Een jaar met een slechte onderwijzer kan een student $50.000 winst voor zijn totale levensduur kosten. Dit hebben onderzoekers in de Verenigde Staten bewezen, zegt Leslie Sark, directeur van de International Institute for Education for Development. Zij sprak gisteravond bij de opening van het academisch jaar van de ICT in Education opleiding van het Instituut voor Opleiding van Leraren, de IOL. Volgens Sark is het voorkomen van slechte leraren voor de klas een van de redenen waarom het belangrijk is om leerkrachten vaardigheden van de 21ste eeuw bij te brengen. Such as critical thinking, problem solving, teamwork and technology in the classroom. If we do not have teachers who are able to think innovatively and use modern technology, we will keep on producing students that leave school without the basic skills they need to lead productive lives and contribute to the prosperity of their community and their country. Onderwijsminister Robert Peneux gaf aan dat verandering voor hem boven alles gaat. Hij doet er daarom alles aan dat de ICT in Education opleiding slaagt. Volgens de bewindsman is de opleiding modern opgezet en daarom moeten zowel de docenten als de studenten een mindshift maken naar het modern vakdidactisch denken, zegt hij. En uiteindelijk moeten wij allen het fundament van die samenleving, die toekomst van die samenleving kunnen garanderen. En we zullen gezamenlijk uiteindelijk ICT in Suriname integraal benaderen. De nieuwe visie van de regering is ook dat uiteindelijk alle ministeries integraal ICT ook in hun beleid nemen. Want ik ga u zeggen, het is toch zo raar dat je bij CBB gaat staan om een uittreksel te halen. En waarom kan je nu thuis zitten en die opdracht geven en dat ding komt naar je toe? Het is toch ook zo onzinnig dat als je naar de bank gaat, moet je zoveel gegevens invullen. Je vult je gegevens in als je bankrekening hebt geopend. Maar elke keer als je een transactie wil doen, vragen ze je nog steeds je gegevens. En met al dat papier wordt het ook nog frommelokers en frommeldores gedaan. Onderwijsminister Peneux. De keynote speaker was professor Tom van Wing van de Vrije Universiteit van Brussel. Hij heeft gesproken over de role of teachers as change agents. Deze opleiding is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het MINOFC, het IOL en de International Institute for Education for Development. De opening van het academisch jaar 2016-2017 ICT in Education heeft plaatsgehad in het Lalaroek-gebouw.